Hans Klok betoverde donderdagavond het publiek in de zaal met zijn eigen achternaam, het Klokgebouw. De illusionist was opgetrommeld door de drie zuidelijke minidealers in Nederland om de presentatie van het nieuwste model te verrichten. De man die die nieuwe mini straks in het Limburgse Born en het liefst in grote getalen moet gaan produceren, is Wim van der Leegte. Hoe is het nou in Born? Ja, gaat heel goed. Dus wij zijn de fabriek aan het klaarmaken en het is nu maart. En binnen 3 maanden gaat de productie van start. En hoeveel moeten jullie gaan maken dan? Ik hoop miljoenen. Hoeveel miljoenen? Nou, die fabriek heeft in al de tijd dat die bestaat 4,7 miljoen auto's gemaakt. Dus... Even een uitdaging. Ja, de komende 8, ik hoop dat we ze nog 20 jaar mogen produceren. En dan halen we het nog wel in. Heb je er zelf al aan gereden? Ik heb er ingereden. Op de testbaan in Born. En aanrader? Ja, aanrader. Iedereen zou Mini moeten kopen. Dat mag ik nog een keer zeggen. Iedereen zou Mini moeten kopen. En dan doen we het nog een keer, want het ging net helemaal goed. Het zou fantastisch zijn als er veel Minis verkocht werden. Dit is dan €250 voor deze reclame. Wat zei je? Dit is dan €250 voor deze reclameboodschap. Oké, dank je. Dank.